En welkom terug bij The Walking Dead. We zijn alweer bij episode 4. En Clementine is weg, dus we gaan eens even zoeken. Of wij Clementine kunnen vinden. Kunnen vinden. We gaan eens hier naar binnen kijken. Dat is dus de dichtstbijzijnde deur. En we gaan eens kijken. Zullen we eens even op de bank gaan zitten? Nee, ik denk dat we nu al tijd hebben. Zullen we hier naar gaan kijken? Wat het ook kan zijn, het kabinet, Dylan's kabinet, lol. Nee! Oké, dus hier staat niet, dus even kijken of hier nog, of ze hierin zit. Ze heeft wel iets getekend hier. Dus we gaan eens even kijken wat ze heeft getekend. Zullen we eens gaan kijken? We gaan zeker even kijken. Wat is dit? Daniel heeft geen flauw idee, want hij ziet nog niks. Aha! Dat ben ik. Die dus, dat is niet goed hè. Ze denkt meteen dat ik allemaal mensen ga begraven altijd. Dat is goed dat er geen zombies zijn. Daar heb je helemaal gelijk in. Daar heb ik zelfs helemaal gelijk in. Dus we gaan maar weer eventjes naar buiten. En dan kunnen we daar. Maar daar zullen we even niet gaan kijken voor het geval dat ze op de wc is ofzo. Zullen we eens even zien wat is dit. Even naar de slaapkamer gaan. Hallo? Clementine. Hello. Clementine. Hallo. Hey, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Oh, you know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Ja. Patser. Patser dat je bent. Don't ask me, I'm not her keeper. Do I look like I'm in the mood to be jerked around? Ja, eigenlijk wel. Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Haha, we kunnen tegen de anus gaan praten. Dat is leuk. Dus ze zal niet in een doos zitten, lijkt mij. lijkt me niet echt kloppen. Dus even kijken wat hierin zit. Zit hier nog wat leuks in? Niks? Oké. Ja, daar heb ik gelijk in. Dus we even kijken of hier nog wat is. Nou, dat ziet er niet uit alsof er nog iets is. Dus even kijken. Even door de deur heen gaan. Hallo? Nee? Oké. Clementine, waar ben je? Volgens mij is ze gewoon dood, hoor. Dat zou verkeerd zijn. Dat zou jammer zijn. Dat zou inderdaad jammer zijn. Nou, dan gaan we eens even kijken. Is hier nog wat leuks? Gaan we eens even hier kijken. In de badkamer. Doe maar gewoon open. Niet kloppen of zo. Gewoon open doen, joh. Ja, die helemaal geen manieren. Eens even kijken. Voor wat? Wat is dat überhaupt? Oh, ik heb geen tijd om mijn... Ja, tuurlijk joh. Ik heb geen tijd om mijn handen te wassen. Logisch. Ben ik nou weer... Hier. Oké, leuk. Nou, dan gaan we weer eruit. Hoppakee. Zijn gewoon rondjes aan het lopen. Ik zou volgens mij met hem moeten praten, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dan doen we dat ook lekker eventjes niet, hè. Waar zal ze zijn? Clementine? Gaan we eens even hier kijken. Is ze hier? Dat zou fijn zijn. Hij is op slot. Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone and let the doctor work. Oké, rustig maar. Zullen we dan naar beneden gaan? Is ze toch? Clementine, come out, please. Is ze toch? Kenny? Redneck. Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? Volgens mij is hij een klein beetje dronken. Hey. Where'd you get the bottle? Found it. You want to throw down again like back on the train? Because I fight better when I'm shit-faced. Ben, het is allemaal jouw schuld, jongen. What are you thinking letting Kenny get like this? Hey man, I tried, but he gave me a look like he was gonna rip my face off. Dus? He won't listen to you. You think he was gonna listen to me? Ik denk dat het tijd wordt om Kenny een pakje slaag te geven. Getting wasted's not gonna help anyone. Daar heb ik helemaal gelijk in. Well, what is? We are fucked. Nou, dan moet je maar doodgaan, hè. Enige optie is zelfmoord, Kenny, voor jou. Boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Ben.
Nou goed, ik ga even verder zoeken. Where are you? Eens even zien. Ze is gewoon door de deur ingegaan? Ik bedoel, waarom niet, hè? We hebben de deur toch, neem ik aan, dicht gedaan. Of ja, de deur, de poort in ieder geval. Want de deur, ja, ik ben net door de deur ingelopen. Clementine! Oh, Clementine toch ook, die verneukt alles. Goed zo, Clementine. Oh. Eens even zien, is hij hier naar binnen? Ziet eruit alsof het dicht is, dus ik denk het niet. Daar heb ik helemaal gelijk in. Even kijken. Ze kan hier doorheen zijn gegaan, hè? Dat is goed mogelijk. Zit ze daarin? Ik wist het. Nee, ze zit er niet in. Jammer. Helaas. Eens kijken op het graf. Lijkt me vreemd dat ze daarin zou zitten. Maar goed, het kan altijd, hè? Ze zou er misschien zin in hebben kunnen hebben. Zo, ja, ik heb even zin om me... wat contact te hebben. Geen idee, man. Ja. Het blijkt dat ze hier niet is, in ieder geval. Dan moeten we denk ik weer naar binnen. Oh. What? Zombies binnen? What? Dat is niet goed. Maar we gaan toch even kijken. Ik weet zeker dat er een zombie gaat zijn, hoor. Of iets in die trend. Iets slechts in ieder geval. Maar goed, we zullen zien. Ik bedoel, het is al helemaal dicht en zo. Misschien iemand dat iemand van boven is gevallen. Maar dat lijkt me sterk. Zeker. Clementine, what the fuck, joh? Wat doe je hier nou weer? Hoe kom je daar nou weer... Hoe kom je daar nou weer binnen? Hey, girl. Hey, girl. Come look. Look what I found. Hoe de fuck is ze naar binnen gegaan dan? What? Wat heeft ze gevonden? Een boot. Een auto. Een jeep. Een kano. Een boot. Hey. Ziekelijk. Nice. Hoe heb je dat gevonden? What? Oh, wow. Ik zeg maar even niet holy shit, omdat ze een keer wat goed heeft gedaan. Hè. Voor een keertje heeft ze iets goeds gedaan. Ja, Kenny, dan voel je je niet kut, hè, dat je alleen maar dat je zelf moet opplegen en zo. Ja. Ja, nu laat je... Oh, Kenny. Oh, doe je toch. Oh. Zomaar alles gewoon op de grond gooien alsof het niks doet dan in de prullenbak. Zoals het hoort. Goed zo, Clementine. Ze heeft een keer wat goeds gedaan. Echt iets goeds gedaan. Dat vind ik goed van haar. Lekkere koffie. Nam. Wat duurt Kenny zo lang? How hard can it be to look over a boat? It'll take as long as it takes, Lee. Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Jij hoort niet eens bij de groep. Still here. Ja, hey, precies. If your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Nee, dat denk ik dus mooi even niet. Well, you want the good news or the bad news? Ik wil het slechte nieuws eerst. Get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Laat me raden. Daniel moet dat gaan zoeken natuurlijk. What about Crawford? Like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, Krista and Daniel zitten in a boom. Nee? You don't know these people. I do. You showing up with a wounded man might as well put a noose around his neck. Heb ik geen probleem meer. With open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Zij mag dat wel doen, zij is toch de goeie. I heard that place ain't exactly friendly to outsiders. We gaan gewoon als een ninja, zo woe, als de wind gaan we naar binnen. En dan gaan we terug als een geest, zo van woe. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. Hey, toevallig.
I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep the supplies. Waarom helpt hij mij? Ik vertrouw hem niet. Come right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. Netjes, slim plan. Als jij dat nou even gaat doen, want jij bent toch altijd degene die alles kan, dus doe jij dat maar eventjes. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. Dat denk ik ook. What do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Mijn computer is een beetje te zoomen. Als je dat hoort, volgens mij hoor je dat al de hele tijd. We have to. So, it's decided then. Laten we het doen. Hell yeah, we can. Are we seriously talking about this? Are you back, Ben? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting. Waarschijnlijk niet stom dronken. Kan hij überhaupt tussen zijn benen blijven staan? Dat is de vraag. De bonen zelf. Are you in or out? Later, Ben. Oprotten. We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Ga, dan zien ze jullie niet meer. Ha, lol, grapjas. Grapjas, je bent een racist. That's how I'm still alive. Oké dan. Hier gaan we dan op naar Crawford. Wololop. I told you to stay in your room. How long have you been there? Al minstens 1 minuut. Is it going to be dangerous? Yep. Is what going to be dangerous? Crawford. Crawford, dat is heel gevaarlijk. Ja. I can't lie to you, Cliff. Yeah. It's going to be tuurlijk. But it's the only way to get. Ik ben altijd eerlijk, ik bedoel maar. Kut computer, waarom ben je aan het zoomen? Stop eens met zoomen, computer. I don't want anyone else to die. Oh, als iemand doodgaat, is geen probleem. Dat kan gebeuren. Lol. Aardappel. Say what now? Nee. You said you need all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Nee. Ik denk niet dat ze daar zullen zijn. Why not? Because they're good people. And Crawford is a bad place run by bad people. Ik zou het anders hebben gezegd, maar dat is een goed antwoord, Lee. Beter antwoord dan mijne waarschijnlijk. You know they're good if you've never met them. Raised you, didn't they? Dus zij zegt dat haar ouders gewoon slecht zijn. Dat is niet goed, hè? Oké, kom maar. Okay. You can come, but you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Okay, I'm gonna go get ready. Dan heb ik nou misschien een kans om nog even iemand anders van onze groep weg te halen. En dan de keuze om een Clementine te redden of die andere persoon. En ik hoop dat dat Ben is. Serieus. Ben, weet je wel. Bah, viezerik. En ja, dus wij gaan lekker verder. Ze kan moeilijk alleen in het huis blijven, ik bedoel maar. Dus wat er gaat gebeuren in Crawford, gaan we in de volgende video zien. Ik hoop dat jullie deze video wel leuk hebben gevonden. Ik hoop dat jullie de volgende video ook weer gaan kijken. En die ook leuk gaan vinden. Want wij gaan naar Crawford en wij gaan zien wat daar te zien is. En dan wens ik jullie een hele fijne dag toe.